was een ongekend gat in de eerste doorgang, toen 107 meter. En degene die iets in de buurt kon komen, die reed 87 meter. Ging in de kwalificatie 20 meter voorbij. Van alles en iedereen. En nu in de finale had Niel van ongekende schoonheid. Afstand van 107.06. Terwijl wij 107.25 in de kwalificatie reden. Voor een iets zwaarder afgestelde sleepwagen voelt hij zich dus nog beter thuis. Dat kon mis te zijn, want de onderlinge verschillen in de finale van deze 2,5 ton toch wel ongekend groot zijn. En zo hebben wij het verhaal dat de ballastbak op de sleepwagen, de blauwe sleepwagen tegen Easy, 5 meter eerder voor is. En dat kost Willeke Cornet om even precies door te rekenen. In dit geval 19 centimeter. Het trekt 19 centimeter minder ver, maar de bak van 5 meter eerder voor is. Oh. Waarom doen we hier? Met een heel klein vleugje rondom de heuvel, wat eigenlijk nog geen naam mag hebben. Voor bijna 90. Ah. Ik ga af en toe dat moeilijke plekje in de baan. Maar rond een meter of 4.